Ziet er vanavond een beetje anders uit dan u gewend bent. Maar er is geen, ik herhaal, geen enkele reden voor paniek. Ik ga niemand onthoofden, bovendien dat kan met zo'n ding helemaal niet. Namens hackerscollectief Heras. Heras is overal. Heras hackt alles. We staan zelfs rond de school van uw kinderen. U kunt proberen weg te zappen, maar ook uw afstandsbediening hebben wij gehackt. Waarom, zult u vragen? Dat ga ik u uitleggen. Onder vriendelijke dankzegging aan de NOS. Jammer dat er toch wat vuurwapengeweld aan te pas moest komen, maar een beetje zendtijd op primetime zit er niet in. Voor een eenvoudige burger. Zeker niet als je het vriendelijk vraagt. En dat is precies waar ik het even met u over wil hebben vanavond. Wij van Heras vinden dat er best een stuk maatschappelijke verruwing plaatsvindt. Stoephoertjes en kankermongol zo, dat kan toch anders? Wij van Heras willen het over grote wereldzaken hebben. Maar op een nette manier. Desnoods met geweld. En u allemaal, desnoods met geweld. Weg met de kunststof kozijnen.
bordjes naar de overkant van de straat gooien. Komt Hollandse Waar, dan helpen wij elkaar. De kleine vissen teruggooien. Deurmatten met welkom erop, voor iedereen. Persoonsgebonden budgetten, voor iedereen. Vergeten groenten, voor iedereen. Nooit meer niks op de tv. Brommerhelm verplicht in de kinderwagen. Zelf masturberen. Zelf ziek zijn en doodgaan. Wijn die het niet goed doet bij rood vlees en pasta gerecht. Glaasje op, laat je rijden. Plet de Waddenzee. Bewust ongehuwde bestuurder. Heren doen de bril omhoog, de dames zitten ook graag droog. Onderkant zak is bovenkant bak. Wilt u zitten? Ik kan staan. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een Chileense stoelenmatter met keranofobie. Het schuin afsnijden van rouwkransen kan in voorkomende gevallen achterwege worden gelaten. Is perseverare in errore. En daar houden wij ons graag aan vast. Wij zijn pas nodig als wij onszelf overbodig hebben gemaakt. Maar er is iets dat ik moet zeggen tegen mijn mensen die op de warme drempel staan die leidt naar het paleis van justitie. In het proces van het verkrijgen van onze rechtmatige plaats moeten we ons niet schuldig maken aan onrechtmatige daden. Laten we niet proberen onze dorst naar vrijheid te lessen door het drinken uit de
beker van bitterheid en haat. We moeten onze strijd voeren op het hoge vlak van waardigheid en discipline. We moeten niet toestaan dat ons creatieve protest ontaardt in fysiek geweld. Steeds weer moeten we stijgen naar majestueuze hoogten, waar fysieke kracht de kracht van de ziel ontmoet. Of, om de grote filosoof Anders Breivik te citeren, Skoort honger maar je volkast, frik olle mot hommu, en morgen me huvud skok. Skandemar fridsbud, skandemar kut. Jojs turmåle husfost. Bräck kankomale briltåget. Brak un. Två. Gerrit Hiemstra, je gezicht staat op onweer. Snatcher, Jos van Tol.